Ik heb mijn hoofd laten verbranden. Gezellig hoor. Met wie ik ga trouwen, dat weet ik eigenlijk wel. Ja. Waar ga je heen dan? Vrouwen van Koren moeten opschieten. Maar ze mogen juist niet in het water. Oh. Kom, opschieten. Nou, het is heerlijk hier 's morgens in Cape Town. We hebben hier wat overstekend wild. En we zien hier van alles in de tuin. Vogels, ganzen, er zijn... eekhoorn zie ik hier lopen. Nou, ik heb even een kleine frisse duik genomen hier in het water, omdat het vandaag is het voor het eerst eigenlijk echt warm, 22 graden. Alhoewel het hier in het water nog weinig van te merken is, maar het is volop genieten. En we gaan straks naar het en dan hebben we een en hoe leuk is dat? We hebben een met alle mensen en gasten en ja, geluidsmensen en 72 man. En dat is in een paleis, dus daar heb ik heel veel zin in, maar ik denk ik neem nog even een duik. Dus ik hou jullie even op de hoogte. Greetings uit Cape Town. Bye bye. Ik heb er zin in, hè? Hey, okay. Ga lekker trouwen, schat. Ga lekker serie feestje, schat. We zijn er klaar voor. Moet ik een jasje meenemen naar boven? Ik zou een jasje meenemen. Wil jij een jasje boven? Ja, ja, ja. Waar is die? Het is Cape Town. Cape Town. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb al 4 kilometer loop ik op een berg. We hebben nog 8 te gaan, we moeten daar omhoog. Ik ga jullie later vertellen waarom dat is. En het is best wel heel pittig. Nee, beneden ligt Kemsbaai. Prachtig, Zuid-Afrika. Maar ik had toch wel liever een klein karretje gehad waarmee ik naar boven ging. Maar goed, ik maak het nu af. 8 kilometer omhoog, dus het is wel te doen. Oké. Okay. Dat de vlucht belang moet. Vreselijk! Ik was een berg aan. Kijk, ik ben de zin van die berg goed. Ja. Wat vreselijk! Wit staat niemand. Springt seine Taut in! Der Wit staat ook nog! Sorry, ik heb gegeren! Vreselijk. Heb je nou ook je chillje op een vangvest? Ik heb een backpack en een jeetje, maar dat is toch als het misgaat, ik heb een parachute nu op, toch? Oké, en payment. Je hebt er echt zin in. Oké, best hard. Ja. Maar daarvoor ben ik ook zo blij dat je me uitgenodigd hebt. Toch nog op je brouwer. Zo gaaf. Corrie, zet hem op, hè? Hé? Ga maar zo ver mogelijk. Ik ga zo lang mogelijk. Succes op Robben Island. Ik haal hem lekker vast in het parachute, dat hij niet gaat. Nou, zet hem op, zusje! Nou, Bar, we zijn weer naar wat leuks. Maar wij zeggen niet wat. Nee, zeker niet.
En wij weten ook niet helemaal wat het hoort. Met verbrand zie ik in één keer. Kijk, ik moet hier niet kijken. Ik kijk altijd omhoog. Ik weet ook niet wat het is. Ik zit gewoon naar mezelf te kijken. Vreselijk. En we zitten hier in de auto met Wino, met Nathalie, met Joyce en met Hanna. En de dames zien er allemaal prachtig uit. Moet je even kijken zo. Rode lippen. Oeh. Ja. We hebben een feestje. Dat heeft iets te betekenen met een touch of red. Nou, dat is gelukt hoor. Ik heb mijn hoofd laten verbranden. Gezellig hoor. Jongens, een wit wijntje maar, hè, voor ons allemaal. Weet je wat nou het leuke is, Wino? Alle grootste sterren van de wereld heeft hij gefotografeerd. Ik weet het. En dan wil ik toch heel graag apart met mij een speciale shoot maken hier in South Africa. Hè, wil je? Ja, toch? Dat is prachtig hier. Ja, we zijn natuurlijk een prachtige. Laten we toch allemaal in afwachting zijn van de. Weet wie ik ga trouwen, dat weet ik namelijk wel. Hey, schat, ik neem mijn wijntje zo lekker, alsjeblieft. Oh, ja, dat heb ik ook liever. Laat eens proeven, schatje. Mag ik proeven? Ja. Niet lekker? Maar wat vind je niet lekker aan? Ik ben bang dat het zoet is. Ik ook niet. Nee, ik vind het wel gewoon een glaasje bubbels. Maar ik denk nou, dat het is wel te doen. Het heeft een, maar er zit zout op de rand. Hoe heet jij, schat? Een jasje. Moeten we stil zijn nu? Ja, want hij wil graag een geluid van die raak. Het is helemaal niet koud. In Nederland is het koud. Nou, hier is het koud. Zo, we gaan het eten dan. Ik wil dat die verwarming even hoog staat. Vreselijk. Wijt hier zo. We zijn niet voor uit te branden vandaag. Hé, Karel? Maar ja, we moeten door. Op naar de bruiloft. Gezellig. He? Je hebt er zin in, hè, vriend? Nou, ik ook, hoor. Even uitrusten. Wat vind jij ervan? In één keer hap. Nou, ze weet zelf niet eens wat tussen 50 en 60 het verschil is, denk ik. Schatje. Do you have this one size bigger? Wat moeten we verder gewoon kopen? Nou, we zitten even gezellig om. Hey, dit is een drive eigenlijk. Maakt het niet uit. We zitten heerlijk gezellig. Sorry? Victoria Road. We zitten nu op de Victoria Road hier op Camps Bay. Nou, ja, dit is natuurlijk een paradijs. We kijken hier uit op zee. En we zitten heerlijk te lunchen samen met Barbara en met Hanna. Lekker, heerlijk. En met Nino. Bij de Paranga. Bij de Paranga. Het is een van de meest hippe tentjes hier in Zuid-Afrika. Ik zou niet gaan drinken, dus ik neem lekker een glaasje water. En wat doen die wijnglazen voor de gezelligheid? Staan die hier? Kijk maar, ze zijn gewoon leeg. Ja, die zijn leeg. Oké, ik geloof niet. Oh jongens, wat duurt het lang voordat we er zijn. Schiet toch niet op. Ik zie dat Karel heeft zijn vrouw ook meegenomen. Dat schiet nog niet echt op. Jongens, we moeten door. We moeten naar de bruiloft. Doorlopen. Ik word er toch niet goed van. Wat een koelier eend. Ja hoor jongens, we zijn er bijna. De wijn staat al klaar. Karel, loop je ook een beetje door? Laatste dag hier in Zuid-Afrika voor ons. Ontzettend genoten. Prachtig weer. Ik ga met bijna tranen in mijn ogen naar huis. Want het is natuurlijk vreselijk weer in Nederland. Ja goed, al het leuke komt natuurlijk een eind. En hier ook. Maar we hebben nog een heel groot feest. En wat daar allemaal gaat gebeuren, dat zien we allemaal wel. Maar we hebben er heel veel zin in. Zo denk je, het is niet veel, maar het was fantastisch. Heerlijk verblijf. En nu ga ik de bus in met Angela Groothuizen. Met nog wat leuke mensen van de tv om het feest te vieren. En we kleden ons zo om. Dus dat moet helemaal goed worden. Ja. Oké, okay. Heel veel zin in. En het is mooi. Het is hier natuurlijk een sprookje. Dus ik denk het helemaal goed wordt. Een hele leuke dag hebben. Niet net. Vanmorgen. We zijn nu eventjes voordat de ceremonie gaat beginnen, drie keer een drankje. Totdat alle gasten er zijn, zowel hier uit Afrika als in Nederland. Of waar dan ook vandaan. Nou, na een vlucht van 11,5 uur zijn we bijna geland. We houden boven Amsterdam. En dan ga ik ons ook maar eens mentaal voorbereiden. Ik heb vanmiddag op twee om 4:30. En vanavond mag ik nog een keer naar Oosterwijk. Waar ik ook nog op moet trainen om 11:30. Dus het is wel even pittig als je zo lang in de vliegtuig hebt gezet. Dan gelijk weer twee optredens. Maar goed. Als we er eenmaal bestaan, is het weer leuk en gezellig. Dus het komt helemaal goed.